wasted days and wasted nights. I have left for you behind, for you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, prayed for you only, my love. Why should I keep loving you? Ik ben Anne-Maria van de speeltuin Confetti. En wat er hier gebeurt, ja, we hebben vaak activiteiten. Vandaag was de activiteit de kerstboom versieren natuurlijk. En ja, onder het mom natuurlijk van de kerst hebben we ook nog meer dingen. We gaan woensdag potjes verven. Dan kan je natuurlijk zelf kerststuk van maken of niet. En dan hebben we... Is dat voor de kinderen zelf of gaan ze die uitdelen? Het zijn voor hun, maar ja, sommige kinderen delen ze wel uit aan hun eigen oma of opa. Verderop hebben we natuurlijk een 55-plus pand, dus daar zijn ook altijd wel mensen die dat heel leuk vinden om dat te ontvangen. Maar ze mogen zelf beslissen wat ze mee doen. Ja. En dan hebben we de week daarop, dan hebben we de donderdag, uit mijn hoofd donderdag, de 21ste hebben we de kerstfeest hier bij Confetti zelf. En dat is voornamelijk voor kinderen en dan eventuele ouders die mee willen doen, kan. Maar we doen eerst de kinderen inschrijven. Dan gaan we gezellig dineren met z'n allen. We hebben natuurlijk ook het nieuwjaarsreceptie. Dat is op de dinsdag 8 januari uit mijn hoofd. En natuurlijk hebben we op 31 december, is er in de straat, de mensen die niet alleen thuis willen zitten, die kunnen dan samen met gezellig met z'n allen samen de kerstborrel, het oude jaar vieren. Dan krijg je het hele hapje en natuurlijk champagne om middernacht. En dat begint om 10 uur 's avonds. Het kerstmenu, waar bestaat het uit? Weet je dat al? Nee, daar zitten we nog steeds over te bedenken waar het kerstmenu uit gaat bestaan. Maar het is altijd lekker en het is altijd gezellig. Dat is het belangrijkste. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue?